plezier. Je hebt de delivery van, een pakje de zaad. Nee, Sonic is volgens mij aan het slapen een beetje. In ieder geval aan het uit te rusten. Slapen zou hij niet doen. Ik pas 's nachts. Morgen om 7. Nou zeg, dan moet je vroeg opstaan. Ik moet om 6 uur opstaan als ik om 9:30 moet beginnen. Even kijken, Bern. Bern Forsthaus. Dat hier wel zijn. Kijk, gaat ook af. Ik heb morgen nog genoeg te doen. Nou zeg, wat een uitzicht hier. Er staat echt serieus een bord recht voor mijn neus. Als ze dan maar dat is vrij. Oh, ik zou zeggen, Daan die sterft op de tussen intern een beetje af. Probos is DLC of een mod? Het is een mod. Je moet wel alle map DLC tenminste hebben, dus Going East, Scandinavia, Viva La France. En binnenkort dan waarschijnlijk de Italy DLC. En dan download je het van promod.net. Moet je even een kutte combineren met de Rust map. Voor nog extra rijden. Stefan, goedenavond. Welkom. Martijn heeft de toetsen nagekeerd. Weer gratis game bij de Humble Bundle. In die game is Bureau XCOM. Het leek niet echt aantrekkelijk, maar we zullen het zien. We hebben allemaal voldoende, behalve jij. lekker stilstaan daar.
Oh, heel wat boos. Ik was duidelijk aan het gaan en jij komt eraan, stomme auto. Het is dan niet mijn veel, hè? Waar rijdt hij zo weg? Nou ja, zeg. Aan de kant. Skumpig AI. Da da da. Volgens mij staat het AT&T logo. In ieder geval, het lijkt er wel heel erg op. Het is alleen rood in plaats van blauw. Oeh, maar tijdens een milde bui, nou dat is al helemaal mooi. Is een bonus voor mij. Nou, ik ga niet proberen in te parkeren vandaag. Daar heb ik niet zoveel zin in. Kijk, en we hebben toch nog geen schade. Bijna level 41 op dit profiel. Zo, nou zullen we eens even kijken waar we nu heen kunnen gaan. We kwamen vanuit hier rechtsonder bij Barcelona. En we zitten in Bern. Praag, Berlijn, wat een ritje, Keulen, nee dat is nat zouden, dat moeten we niet in de richting Praag. Metz, we kunnen wel naar Metz gaan en dan kijken we in Metz eventueel wat we zo meteen gaan doen. Nee, ik ga niet richting ik ga niet naar Rusland vandaag. Richting het noorden. Ik wil even weten waar ik heen moet. Oh, beh. Oh, Stefan heeft weer een opdracht met klassieke muziek. Dag, dag, trillen. Ah, kijk eens, geen verkeer. Niet naar Düsseldorf. Nee, dat is Oekraïne. En Oekraïne zit helemaal niet in deze map. Nou, misschien een heel klein stukje. Zorro is weer wakker. Ja, hier zit een heel klein stukje. Die. Nou, laten we Squirrel maar eens even. Daarvoor. Zwartspoeder. Neem ik die vandaag. Deliveries.
Schwarzmüller deliveries. Eens even kijken. We gaan richting Basel. Oké. Dan ga ik even de garage even kopen. En de Jedic Shadow boycott promos van de Oekraïne nu. Schwarzmüller, intelligente vaartzoeken. Deze moet ik eigenlijk ook nog eens een keer repeat. Ik heb hier wel de trailer type van. In welke map die moet. Maar dat is nog niet van elke trailer het geval. Bureau. Dat is beter. Etio. Zo. Nou, in ieder geval voor vanavond is een extra stream, dus vanwege dat Rukken moeten werken. Komende zaterdag ben ik in ieder geval online. Ik weet nog niet wat ik zaterdag ga doen. Of ik multiplayer trucking ga doen, singleplayer trucking nog een keer. Of ik ga trains doen. Komende zondag stream ik namelijk niet. Dat is vanwege dat er in de familie iets net het laatst wordt gegeven. Die op account te maken. Ja, op hoeveel zal die ondertussen staan? 150 of zo? En tot ziens, Cleo. Bedankt dat je er was. En nog een fijne avond. En misschien tot morgen bij Rupke dan. Tot 50 tube. Zorro has tilt 250 times. Ik heb bij fan de maker van Abellio Rebit aangeriemd te vertalen. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Zolang er een Engelse handleiding bij zit, dan zou ik persoonlijk zeggen: zo, het is niet nodig. Maar het is eigenlijk überhaupt niet nodig, want als je weet hoe je iemand Repaints moet installeren, dan weet je precies waar je moet kijken in de handleiding. Maar het kan misschien handig zijn. Wat is het, Martijn? En John, goedenavond, welkom. iPod houdt nu mee. Jawel, dan moet je een count gebruiken. Dus dollar tussen haakjes count. Telt-ie. Ik kan zometeen even, als we deze hebben gehad, deze rit, kan ik wel even kijken of ik die counter even kan aanpassen met een counting counter.
plaatsen. Onze Eddie Stobart zit weer in de weg, hoor. Probleem, poor name. Oh, scumbag, ik moet hier af. Zwart rij richting links, want net als Oostijk. Ik kan stoplicht weer bijna niet zien, hè? Excuses voor de mensen die achter mij komen te staan zometeen. Heb je Streamlabs statistieken? Hoe bedoel je dat er een bepaalde count is gebruikt? Volgens mij heb ik die wel. Maar ik kan wel even kijken hoor. Ik kan wel even een count eraan maken voor jou. Dat is tube 1. Beta bit Nightbot. Nightbot. Tube. Zorro. Om het niet te gek te maken, zet ik gewoon cooldown period erop van 5 minuten. Weet je wat? Dammit. Hoeveel keer deden wij al? Nou weet je wat? We beginnen met tellen vanaf 1. Het is nog steeds een command for everyone. Je kan nog steeds iedereen draaien. Wees er wel even voorzichtig mee, anders zet ik hem iets omhoog. Er zit een cooldown period in van 5 minuten. Dan weet je dat. Zo.
Very legit. Oké, dat is beter. Als je bad tube aanval, mag je maar één keer tellen. Dus, juist. Daarom zit er een cooldown timer op van 5 minuten. Was hij officieel terug, maar ik ga hier gewoon af. Ik ga hier niet af. Oh jee. Kom op. Ja, het is een brave vrachtwagen. Edka, welkom terug. Daar keren we maar op. Indien mogelijk omkeren, alstublieft. Oh jee. Zijn de tram? Waar is de stroom afnemen? En die hebben we niet meer nodig. Het is beter. Trek alvast even door naar 90, want er wordt hier 90 in Frankrijk. Thibaut, goedenavond, welkom. Een tijdje niet gezien. Ook terug. Liefst een Davrij. Davrij ik al een heel tijdje niet mee. Ik heb al dit moment. Ja, op dat moment was het DAF iets zo van. Nou, helemaal mooi, maar. Ik rijd op dit moment liever in een Scania. Oh ja, en we zouden trouwens van vrachtwagen wisselen. Dat hebben we niet gedaan. Dan doen we dat zo meteen. Wat ga je rijden dan? Dan pak ik denk ik mijn Mercedes erbij. Die heb ik al een tijdje niet gereden. Was eigenlijk niet meer online. Ik speel online. Alleen vandaag niet. Ik heb een hele tijd alleen maar online gespeeld. En ik wil het eigenlijk een beetje meer afwisselen met een beetje promos soms een beetje tussendoor. Maar alle afgelopen streams van Euro Truck waren multiplayer. Behalve één keertje toen was Amerken was New Mexico was uit. Maar ik rijd wel eigenlijk elke keer eigenlijk mee.
Maar ik ben daarnaast de streams eigenlijk niet echt meer online te vinden in multiplayer. Überhaupt eigenlijk niet in Euro Truck, omdat ik simpelweg gewoon geen tijd voor heb. Ik heb genoeg andere zaken te doen, helaas buiten. Kijk eens, wat een prachtige ondergaande zon. Het is wel even wennen dat je met zeg maar via multiplayer dat voor de tijd gewoon zoveel langzamer gaat. Na de introductie van 31 sprong is toch weer een stuk of ja, en je zit natuurlijk ook met de rustmap natuurlijk, omdat ik die gecombineerd heb. Dan update ik pas als de rustmap ook compatible is. En we hebben op zich genoeg te rijden. Want zo vaak doe ik promos eigenlijk ook niet. Want er moet, ja. Ik probeer het een beetje af te wisselen. Een beetje. Dus zeg maar. Merken multiplayer. Euro multiplayer. Ja, merken singleplayer zal ik waarschijnlijk niet gaan doen. Maar singleplayer met promos misschien. Ga proberen om bij te zijn, Jurtok. Als je live bent, ga ik misschien een keer meer in. Dat is geen probleem. Oké, ja, dus dan hoeven we eigenlijk alleen maar op een connector te wachten, zeg maar eigenlijk een beetje. Oké, nou dan komt hij eigenlijk al vrij snel waarschijnlijk met de update mee. Maar Timo, dat moet je gewoon even in de gaten houden. Mijn streamschema. Dat wordt meestal. Ja, na de vorige stream, de volgende dag. Staat er eigenlijk wel op wanneer ik online ga weer met de volgende stream. Wat ik ga doen. Als je dat even in de gaten houdt, dan. Zou je precies weten wanneer wat is? Rutger, 20,4 uurtjes alweer. Martijn, 60 uurtjes. Ik ben nog geen enkele topwoord tegengekomen. Hopelijk random events in ETS 2 1.30. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook, Mickey. Maar ik ben er bang voor. Random events was al wel aanwezig in de beta voor ATS. Maar is vervolgens niet in de beta van ETS. Zullen het wel zien? Nee. Die zie je, Martijn. 162,6 uurtjes voor mij. David, 109,9, bijna 110 uurtjes. En CompuFreak, goedenavond. Welkom. Al een tijdje niet gezien. En 40,6 uurtjes. Rutger,
Ruud 9,4, bijna 10 uurtjes Ruud. En John 21 uurtjes rond. Ja, inderdaad, XP hype. Volgens mij is de top naast mij natuurlijk mijn eigen bot, Nightbot. En volgens mij komt Rupke op de. Als je de bots even niet meetelt, eigenlijk op de. En mij niet meetelt, is hij eigenlijk. Plaats nummer 1. Poppotjes. Stefan, 24,7, bijna 25 uurtjes. Kijk, zie je 147,6. Hij geeft hier wel de .6 aan, maar die kan ik in mijn console helaas niet terugzien. En volgens mij is Sorrow een beetje aan het springen op dit moment. Ik ben ook al een tijdje geen auto tegengekomen. En net toevallig eentje op de snelweg. Is dat een opvolger voor 2.20? Nee, volgens mij nog niet. Maar binnenkort is de update uit voor Euro Truck. Dus dan zouden we waarschijnlijk 1.21 komen. Nee, ik verwacht eigenlijk bijna niks. Kilometerweg niet. Italy DLC was 6000 mijl. 6000 mijl volgens mij in real miles. Maar niet in game miles. Want dat lijkt mij sterk dat de 6000 mijl in game miles is. Of het is game miles, dat kan ook. Maar ik ben benieuwd. Als dat ik het verkeerd heb hoor. Maar ik moet wel zeggen, de New Mexico map was het ook wel waard. Die was ook gewoon lekker om te rijden. Ook voor multiplayer gewoon leuk om te rijden. Het is een andere omgeving dan alleen maar woestijn of alleen maar groen. Ik hoop eigenlijk alleen nog steeds dat ze richting het noorden gaan uitbreiden met de nieuwe DLC. Bijvoorbeeld, helaas heb ik ook nog niet de video van Squirrel gezien. Met het interview van met Pavlov was dat volgens mij. Met de baas van SCS Software. In ieder geval die verantwoordelijk is ervoor, dacht ik. Ik weet niet wat zijn rol was. Maar die heb ik helaas ook nog niet gezien. Daar werd wel wat in gehind. Ik heb vanavond twee leuke films gevonden op net 5. Samen is het 2 Dalmatiërs. En Hans trouwens ook, goedenavond, welkom. Ik had je helemaal vergeten hallo te zeggen. Kijk, en we zijn alweer in Metz aanbeland. Ik zou zeggen, voordat ik navigatieloos ga rijden, zoals Martijn laatst heeft gedaan, wacht ik eigenlijk niet. Moet ik eigenlijk die kaart even bestuderen, dus ik wacht eigenlijk niet dat ik dat binnenkort ga doen. Is het 203 Thomas? Oh, op die manier, Hans. Oké.
Misschien dat ik morgen aflevering 2 van Verdwalen in Promos gaan streamen. Ik zou zeggen, als je dat gaat in de middag gaat streamen of zo, Martijn, dan denk ik dat ik misschien wel even langskom. Als ik op dat moment thuis ben. Zetten logistics. Nou, ik sla het gewoon over, ondanks makkelijk kan parkeren. Level 41. Nou, laten we maar even van truc gaan wisselen. Ik ga niet naar mijn garage toe rijden. Even kijken. Vrachtwagen-eigenaar. Een DAF XF Euro 6. Vehicle Stralis. Mercedes-Benz. Ik ga Mercedes-Benz rijden. Besturen. Zo, wat is er nog meer tube? Ja, de tube is goed aanwezig vanavond. Ik ga er zometeen wel even langs. Nou, hij is nog steeds. Nou, ik zit op dit moment in Nederland. Maar natuurlijk waren wij zo net in Metz. Dus dan ga ik daar ook weer heen. Ja, ik heb 128 garages op dit moment. Maar ik, overal waar ik heen ga, dan koop ik wel, wel iets. Met. Ik wil richting het noorden. Dat is naar Engeland. Dat is naar het zuiden. Ja, je kunt er zo makkelijk bij krijgen. Ik kan zo transporteren van de een naar de andere plaats. Dus. Eens even kijken: Rotterdam of Calais. Rotterdam wil doen en dan kijken we in Rotterdam of we dan nog een ander vrachtje hebben. Nederland.
Eens even kijken. Rotterdam hadden wij. Oeh, kunnen we ook nog aanpassen? Ook nog. Wij kunnen kiezen. Oh, ik kan zelfs het schuifstel weer doen. Die hebben we ook nog niet. Nou, dan gaan we het chill doen naar kokosmelk. Naar Rotterdam. Met het chill vragen. Zet een ster in jouw grill. Ja, dat weet ik. Mercedes. Maar inderdaad, een chop livery. Een chop deliveries. Approved delivery. Dit is een iets andere type trailer. Dit is een Smits trailer. Je kunt het zo ingewikkeld maken, de repeat als je wil. Je kunt die zelfs voor nog wat opzetten als je wil. Dat heb ik niet gedaan. Dat ziet er wel leuk uit. Tuesday, Saturday, Sunday. Ongeveer half acht op Twitch. Hoe krijg je die extra achterste dingen achter je cabine? Hoe bedoel je? Ik zal niet weten wat je op dit moment bedoelt, Martijn. Ik ga ondertussen even kijken waar we heen gaan. We gaan naar Luxemburg. Daar heb ik al een garage, dus daar gaan we niet doorheen. Dan gaan we naar Brussel. Daar heb ik ook een garage. En daar gaan we niet doorheen. Dan gaan we naar Antwerpen. Daar heb ik nog geen garage. Dus daar gaan we wel even doorheen. Oh, ik ga wel even kijken of we trouwens nog wel discoverables hebben. Nee, niet. Brussel nog discoverables. Ook niet. Antwerpen wel, daar komen we langs. En dan zijn we alweer in Rotterdam. De afsteken dingen achter op je truck. Oh, ik bedoel deze. Dit is de fuel tank, zeg maar, de benzinetank. Wat hier zit. En een extra filter. Want die zit Euro 6 zit hierin. Dit is onderdeel van de heavy pack, zeg maar. Als je een heavy ervan maakt, dan krijg je deze automatisch. Volgens mij Gigaspace 8x4, dan krijg je automatisch met 8x4 krijg je dat erachter bij op. Oh. Ik ga gewoon lekker die kant op. Niks aan. Oh, niks aan. Gaan we gelijk door. Chop delivery is mede mogelijk gemaakt door Lisette Logistics. Wij moeten dat een Mac voorstellen. Dus nog even een fotootje maken.
Hoeveel RAM heb je op jouw PC? Ik heb 32 gigabyte. Maar ik doe er wat meer dingen mee dan alleen streamen. Waarvoor ik die 32 wel nodig heb. Luxemburg.